Ook al we gaan kijken naar pleister voor stroom. Het vraagstuk gaat over een pleister dat eenmaal aangebracht op de huid stroom kan opwekken. Het is maar wat je allemaal kunt verzinnen met behulp van een brandstofcel. Voor die pleister is een polymeer gebruikt. En je ziet hier een schematische voorstelling voor de vorming van het polymeer. Tijdens die vorming vinden er een aantal stappen plaats. En de eerste vraag van deze opgave was om op de uitwerkbijlage, waarvan je hier een afdrukje ziet, het mechanisme weer te geven van de stap die plaatsvindt in dit omgekaderde gedeelte. We moeten van dit omgekaderde gedeelte de niet bindende elektronenparen weergeven en met pijlen aangeven hoe die elektronen zich verplaatsen. Om beter te begrijpen hoe nu die elektronenparen zich hier gaan verplaatsen, grijp ik nog even terug naar die vorige figuur. Dit is het gedeelte waar de koppeling plaats heeft gevonden. Je ziet eigenlijk dat dit stikstofatoom tussen deze C dubbelgebonden O en deze C dubbelgebonden O terecht is gekomen. Hier zie je al een voorloper van de polymerisatie. Dit is het stikstofatoom dat tussen die en die C dubbelgebonden O terecht moet komen. Ik zet het nog even zo neer. Dit is het eindresultaat. Daar is het mijn stikstofatoom en die moet hier tussen gaan komen. Nog even voor de goede orde de vragen. We gaan nu in het omkaderde gedeelte de niet bindende elektronenparen noteren en we geven met pijlen aan hoe die elektronenparen zich verplaatsen. Eerst maar even de eerste. Klap, daar zijn de elektronenparen die ontbraken. De octetregel moet je toepassen. Elk atoom wil 8 elektronen om zich heen. Dit zuurstof had hier 2, 4 elektronen om zich heen. Dus je tekent daar nog 2 streepjes bij. Stikstof 2, 4, 6 elektronen om zich heen. Dus je tekent er nog 2 bij, kom je op 8. En zuurstof gaat net als daar. En dan ben je er al. Tweede, hoe zit het nu met de verplaatsing van de elektronenparen? Nou, we zien dat dit stikstofatoom is gekoppeld al aan deze C-dubbelgebonden O, dat is deze binding. Hij moet nog koppelen aan die C-dubbelgebonden O aan de onderkant, zeg maar. Dus die N moet daaraan koppelen. En, dit hoeft je niet te weten, maar is misschien wel makkelijk om het te begrijpen. Dit is een polaire atoombinding. Zuurstof trekt harder aan, aan deze twee elektronenparen dan koolstof. Deze is dus een beetje plus, die is een beetje min. En dit elektronenpaar, dat is negatief geladen, elektronen zijn negatief, die worden aangetrokken door deze delta plus. Dat zie je heel vaak bij reactiemechanismen dat zo'n lone pair, zo'n elektronenpaar van stikstof aanvalt op die C dubbelgebonden O. En dat gaat hier ook gebeuren, want dan krijg je hier die koppeling tussen dat stikstof en dat koolstofatoom. Dus dat is die. Ja, wat gebeurt er dan rond dit koolstofatoom? Dit koolstofatoom heeft 2, 4, 6, 8, zou met die erbij 10 elektronen om zich heen krijgen. Nou, dat kan natuurlijk niet, maximaal 8. Dus er moet wat gebeuren en er gebeurt ook wat, want er wordt, zo zagen we, water afgesplitst. Stond ook in de opgave, maar je kunt het ook hier aan zien, dat water wordt afgesplitst. Dus dit elektronenpaar, dat klapt dan op die O, dat moet gewoon vertrekken, want dit koolstofatoom kan er maar 8 elektronen om zich heen hebben. Dus die gaat eraan, die slaat terug op het O. Ja, dan heb ik hier een OH-deeltje. Deze H moet eraf. En er werd ook water afgesplitst. Dus deze OH-groep en die H die moeten samenkomen. Nou prima, dan gaat er een binding komen tussen die H en deze O. Dus dit elektronenpaar gaat naar die H toe. Hup. En deze die gaat dus los. Dit H'tje gaat daar naartoe. Zonder elektronen, want hier zitten al 2 elektronen, dus deze O en die H-binding is al in orde. Dus dit elektronenpaar klapt op dat stikstof en dan zijn we er. Ja, dit elektronenpaar klapt op dat stikstof, dat klopt, dat is dan dit elektronenpaar dat je hier nog zou kunnen tekenen als je hier ook de octetregel zou willen toepassen op dit stikstofatoom. In de pleister is een brandstofcel aanwezig en die brandstofcel die kent dus twee halfreacties, die van de oxidator en de reductor. En bij vraag 22 wordt gevraagd om die twee halfreacties te noteren. Nou, er wordt al verteld dat het melkzuur dat uit ons lichaam komt, voor gedeelte wordt omgezet in zuurrestionen. Dat zijn die C3H5O3- ionen en die worden gebruikt in die brandstofcel.
Die worden omgezet tot C3H3O3-minionen. Dat zie je hier gebeuren. En daar moeten we een halve reactie van opstellen. En dan moeten we ook de halve reactie opstellen waarbij dit zilveroxide wordt omgezet tot vast zilver. Nou, ik heb het hier nog eventjes groot weergegeven. Eerst nog even, laten we gewoon links beginnen. C3H5O3- wordt omgezet tot C3H3O3-. Je kent voor het opstellen van halve reacties de techniek. Je moet ervoor zorgen dat eerst het centrale element kloppend is. Dan de O'tjes kloppend maken met H2O, de H'tjes met H+. En vervolgens moet je de ladingen kloppend maken met elektronen. En dan heb je je halve reactie compleet. Links drie C'tjes, rechts drie C'tjes, dat klopt. Nou, O'tjes die kloppen al, H'tjes niet. Vijf H'tjes, drie H'tjes, H'tjes kloppend maken met H+. Dus rechts komen er nog twee H+'jes bij. En dan moet ik de lading kloppend maken met elektronen. Dit heeft een totale lading van 1-. Dit heeft een totale lading van 1+. Dus er komen daar nog twee elektronen bij. En dan heb ik mijn eerste halve reactie te pakken. Gaan we naar de tweede. De omzetting van Ag2O tot Ag. Dezezelfde techniek toepassen. Links twee Ag'tjes, dus rechts ook twee Ag'tjes. Hè. Dat is dat centrale element dat nu kloppend is gemaakt. O'tjes kloppend maken met H2O. Hier staat één O'tje, dus daar komt H2O. Dat is die ook kloppend. H'tjes kloppend maken met H+. Hier twee H+'jes. Dan zijn de H'tjes kloppend. En de lading kloppend maken met elektronen. Dit heeft totaal een lading van 2+, die van 0, dus daar 2 elektronen. En dan heb ik de punten in de knip. Onderzoekers hebben nu onderzocht hoe de stroomsterkte afhangt van de concentratie lactaat. Dit is hier weergegeven in figuur 3. En dat kun je ook lezen als een diagram waarin de reactiesnelheid van de omzetting van lactaat is uitgezet tegen de concentratie. En dan zie je dus dat die reactiesnelheid van die omzetting aan het afnemen is, terwijl de concentratie van het lactaat toeneemt. En dat lijkt misschien een beetje vreemd, want je zou denken, nou, hoe hoger de concentratie, hoe sneller een reactie gaat. Maar kennelijk houdt het hier ergens op. Nou, de vraag is, verklaar nu dat bij hogere concentraties lactaat die reactiesnelheid minder toeneemt dan bij lagere. Dus waar komt nou eigenlijk die remming van reactiesnelheid vandaan? Belangrijk is dat je de gaten hebt dat hier een enzym achter zit die aan het werk moet. En een enzym heeft actieve centra waarin het lactaat moet aanleggen en vervolgens wordt omgezet. Maar een enzym heeft maar een beperkt aantal actieve centra. Dus op het moment dat jij veel meer lactaat gaat toevoegen dan er actieve plaatsen zijn, kan het enzym het gewoon niet meer aan en neemt de reactiesnelheid ook niet meer zo snel toe. Nou, er waren nog veel meer antwoorden mogelijk. En die laat ik je hierbij zien. De laatste opgave van het examen is een rekenopgave. In die rekenopgave werd beschreven dat wanneer de pleister gedurende 10 minuten aan het werk gaat, tenminste in die brandstofcel, en een ladingtransport plaatsvindt van 1,2 keer 10 tot de min derde coulomb per seconde. En de vraag is dan hoeveel gram lactaat is er in die tijd omgezet. Nou, het verband tussen het lactaat dat wordt omgezet en het aantal elektronen, en daarmee dus ook met de stroomsterkte houdt dat verband, is weergegeven door deze halve reactie. Dus hier gaan we het mee doen. Ik maak even wat ruimte. We gaan rekenen. In 10 minuten dat die cel open staat, en dat is dan 600 seconden, 10 keer 60 seconden, vindt er een ladingtransport plaats van 1,2 keer 10 tot de min derde coulomb per 1 seconde. Dus per 600 seconden, 600 keer zoveel, getransporteerde lading 0,72 coulomb. Met behulp van het gegeven dat een mol elektronen een lading heeft van 9,65 keer 10 tot de vierde coulomb, kan ik gaan uitrekenen om hoeveel mol elektronen het eigenlijk gaat. Ik heb 0,72 coulomb, zet ik hier neer. En dan reken ik het aantal mol uit, kruislinks vermenigvuldigen, delen door wat er tegenover staat. 7,46 keer 10 tot de min zesde mol. Aha, 7,46 keer 10 tot de min zesde mol elektronen verplaatsen zich. Molverhouding 1 op 2. Dan zijn er
7,46 keer 10 tot de min 60 gedeeld door 2 is zoveel mol lactaatdeeltjes omgezet. Dat moesten we gaan uitdrukken in gram. En dat kan, want dan moeten we daar de molaire massa toe. De molaire massa, nou, 3 keer 12,01, 5 keer 1,008 en 3 keer 16, 89,07. En dat betekent dan een massa van 3,3 keer 10 tot de min 4e gram. Significante cijfers, dat zijn de 2, want we zien daar 2 en daar 2 significante cijfers. Oké, dit was hem. Bedankt.